Up, let's go. Dag beste mensen, welkom bij weer een nieuwe aflevering. En vandaag hebben we een heel gevaarlijk dier, namelijk de grote beer. En de grote beer is eigenlijk een soort van nachtvlinder. Maar wij zijn niet zozeer geïnteresseerd in die nachtvlinder, maar wel in de rups van die nachtvlinder. Want zoals u hier ziet, is het een vrij grote rups. Een rups helemaal behaard met grote witte haren. En de rups zelf is ook niet klein, vandaar zijn benaming dus van grote beer, vanwege zijn vachtje en zijn grote uiterlijk. Ze kunnen heel snel rennen, wat je hier ook duidelijk kan zien. Die rups is op zoek naar een plaats om te verpoppen en dan kunnen ze nogal eens kilometers doen. Het is dus eigenlijk een rappe rups. De grote beer heeft zijn naam wel niet echt gestolen hoor. Deze rupsen kunnen 5 tot 6 centimeter lang zijn, wat toch wel aardig wat is voor een rups. En ze hebben dus een voorkeur voor allerlei plantensoorten. Ze zijn te vinden op meerdere waardplanten, zoals dat bij rupsen heet. Op verschillende kruiden. Eigenlijk niet zozeer één soort, maar verschillende. En die haartjes op zijn rug, die heel mooi zijn trouwens, die helpen hem tegen vijanden natuurlijk, hè. Het nadeel is echter dat ondanks dat hij niet zo berucht is als de bastard satijnvlinder of de heel beruchte eikenprocessierups, die haren kunnen toch vrij irritant zijn. Want alle vijanden die deze rups heeft, zoals onder andere vogels, zijn niet geneigd de rups in te slikken door die irritante haren. En het zijn eigenlijk niet die lange haren blijkbaar, maar die haartjes daar nog tussen, die een soort mierenzuurachtige stof hebben, die heel irritant en jeukend kan aanvoelen. Volgens sommigen is het niet zo erg. En volgens anderen moet je zelf je ogen beschermen, want als het in je ogen komt, kan dat heel irritant zijn. Dus we gaan het zekere voor het onzekere nemen, alleszins. Hier zie je heel goed wat voor grote haren die heeft. Je voelt gewoon grote haren. En als hij helemaal in gevaar is, rolt hij zich op zoals een egel. Misschien een leuk moment om te vertellen, de eikenprocessierups die heb ik al eens jaren geleden mogen ontdekken. En mijn ervaringen met dat dier waren niet verschrikkelijk, maar nu ook niet om te zeggen geweldig. Ik zal u zo zeggen, ik was toen vlakbij een nest geweest van eikenprocessierupsen en er gebeurde op zich niks, want ik heb mijn handen daar niet ingelegd of er is niks speciaal gebeurd. Het is wel zo dat ik een paar dagen daarna nog steeds jeuk had. Dus die jeuk van de eikenprocessierups, die is ook echt wel verschrikkelijk. En zoals altijd moet ik toegeven, ik heb daar stress voor. Ik weet dat het niet zo erg kan zijn, maar het heeft natuurlijk te maken met het feit de mens probeert gevaar te vermijden. En in dit programma zoeken we gevaar op. Zoals in steken en prikken ook duidelijk uitleggen. Dat is wel eventjes wat, ook al zal dit waarschijnlijk niks zijn. Dat begrijp ik niet. Ik voel nu eerlijk gezegd niks. Ik voel niks. Maar ik voel echt niks. Ja, ik kan hier natuurlijk zo overdreven gaan doen dat het pijn doet of dat het jeukt. Of... Maar ik vind, jullie hebben recht op een echte... Ja, op een echte ervaring. En ik voel niks. Ik begrijp het niet echt, om eerlijk te zijn, maar... Dat kriebelt wel. Maar dat kriebelt omdat hij over mij aan het wandelen is. Moet ik eens mijn ander lichaamsdeel proberen. Onderkant van de arm is toch al jeuk. Jeuk, wel sneller, hè. Ja! Ja, ik heb iets gevoeld! Ik heb iets gevoeld!
heb iets gevoeld. Ja, sorry, dit is zo lachwekkend voor mij, omdat ik zo moet focussen op een klein tikje. Ah ja, het jeukt een klein beetje aan de onderkant van mijn arm nu. Ja, oké. Oké, hier. Jeuk. Van onder in de arm. Oké. Ja, hier zo. Hier een klein beetje jeuk. Van onder in mijn arm. Hoe moet ik dat voorstellen? Wacht, hè. Een klein licht tintelend gevoel hier van onder in mijn armpje. Maar dat doet geen pijn, hè. En het jeukt ook niet echt. Dat is gewoon, ik weet niet. Ik weet niet hoe ik dat moet verklaren eigenlijk. Het is... Ja. Allee, ik zal u een 1 op 10 geven voor de moeite. Van het licht tintelend gevoel, maar... Ik snap niet echt wat de mensen angst van jou zouden hebben, want... Nee, de grote beer. Totaal ongevaarlijk dier. Als we eigenlijk één ding geleerd hebben en als ik één ding wil benadrukken vandaag, dan is het... Er zijn verschillende soorten rupsen met die haren. Maar wees niet bang. De meeste zijn totaal onschadelijk voor de mens. Die haren zijn gewoon irritant voor als vogels die inslikken, denk ik dan. Maar ze zweven niet in de lucht zoals bij de eikenprocessierups of bastardsatijnvlinder. Dus onthoud bastardsatijnvlinder in de duinen en eikenprocessierups op eikenbomen in grote nesten. Die zijn gevaarlijker. Maar al die anderen zoals de grote beer zien er gewoon eng uit. Voilà, ik ben blij dat jullie gekeken hebben en ik zie jullie graag terug de volgende keer.